Geen extra energie voor bedrijven bijsterhuizen. Gesloten winkels en lekker de natuur in. En het taboe op een burn-out, Gaianne uit Malden maakt het bespreekbaar. Grote bedrijven in bijsterhuizen mogen van Liander geen extra energie meer gebruiken. Dat kregen de bedrijven te horen via een e-mail. Als de bedrijven over hun maximum heen gaan, volgen eerst twee waarschuwingen. Als het dan nog steeds gebeurt, zal Liander naar de rechter stappen. Reden van de strenge maatregel is een vol hoogspanningsnet in Gelderland bij Tennet, de elektriciteitsleverancier. Liander is bezig het netwerk uit te breiden, maar dat gaat nog jaren duren. Het is vandaag Cyber Monday, het online antwoord op Black Friday. Net als op Black Friday betekent dat hoge kortingen, in dit geval in de webwinkels. Maar niet voor de winkel Dille en Camille. Ze hielden vrijdag de deuren al gesloten en het personeel deed vrijwilligerswerk in de natuur. Ze zagen daar bomen om de heide de ruimte te geven. Goedemorgen, welkom allemaal. Wij doen dit vandaag om een tegenluid te geven op consumeren. Met dan de klemtoon op meren naar consuminderen. Bewust nadenken bij wat je koopt. En we gaan dan ook in de natuur werken omdat wij denken dat we met medewerkers in de natuur daar het geluk zit en niet in kopen, kopen, kopen. Superleuk. Leuk om het als team te doen en ook leuk om het als bedrijf te kunnen doen. Ik hou er echt van om lekker mijn handen uit de mouwen te steken, dus mij maak je hier wel blij mee. Ik vind dat dit een goede insteek is, dat het inspiratie is voor mensen om eventjes los te komen van die 24-uurseconomie en gewoon eens even te zien wat je ook nog kan doen. Dat de winkelketen alle andere dagen van het jaar wel gericht is op verkopen, maakt volgens de medewerkers het tegengeluid niet minder sterk. Ik denk wel dat je dan gewoon een goed teken mee geeft naar buiten toe. Natuurlijk ben je daarnaast ook een winkel, maar we zorgen er wel voor dat we mensen misschien op een andere gedachte brengen. Nou, ik denk dat als mensen hun leven gewoon op kleine puntjes zo af en toe eens onder de loep nemen, zou ik maar zeggen, dan kan je soms met hele kleine dingen best samen iets groots bereiken. Volgend jaar weer? Als het aan mij ligt wel en het initiatief is er zeker. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Veel mensen die met een burn-out te maken hebben, voelen zich niet altijd even serieus genomen. Zo ook Gaianne uit Malden. Zij heeft jarenlang een burn-out gehad en wil het onderwerp graag bespreekbaar maken. Hoe ze dat doet, dat zie je zo. Ilse Bruls, de vrouw van de Nijmeegse burgemeester, wil de Provinciale Staten inzien te komen namens het CDA. Op de lijst voor de verkiezingen in maart staat ze op de 8e plaats. De kans dat ze daar daadwerkelijk een zetel aan overhoudt is niet groot. Bij de laatste verkiezingen kreeg het CDA 7 zetels. En de verwachting is dat de partij deze keer veel kiezers zal verliezen aan de boer-burgerbeweging die voor het eerst meedoet. Gisteravond vond er een brand op een parkeerplaats op de Heeselaan plaats. De brandweer was op tijd ter plaatse om te voorkomen dat het vuur naar de binnenkant van de auto kon slaan. De brand werd uiteindelijk geblust, maar omdat het om een elektrische auto ging, moest de brandweer uit voorzorg nog bij de auto blijven. Dit doen ze omdat de batterijen van de auto na een brand ook nog kunnen ontbranden. De auto is uiteindelijk in een container met water gedompeld en daar moest hij minimaal 24 uur in blijven. Hoe de brand uiteindelijk is ontstaan, is nog onbekend. Brandstichting is niet uitgesloten, maar daar zijn geen sporen van gevonden. Het kan ook om een technisch mankement gaan. Vermoeidheid, concentratieproblemen, onzekerheid en angst- en paniekklachten. Het zijn enkele symptomen van een burn-out. Veel mensen die hiermee te maken hebben, voelen zich niet altijd even serieus genomen. Zo ook Gaianne uit Malden. Zij heeft jarenlang een burn-out gehad en wil het onderwerp graag bespreekbaar maken. Dat doet ze door een documentaire die begin volgend jaar te zien is. Zondagmiddag hield Gaianne een theatervoorstelling in de Lindenberg en daar waren alvast stukjes van de docu te zien. April 2017. 'Sochtends vroeg ging ik naar mijn werk toe. En zo begon Gaianne aan haar eenmalige theatervoorstelling.
Ze hield een monoloog over haar burn-out-periode. De voornaamste aanleiding hiervoor was omdat Gayane in haar omgeving merkte dat niet iedereen snapte wat een burn-out met je doet. Wat zeiden mensen dan? Nou, zo van ja, maar dat is gewoon dat je gewoon geen zin in hebt. Je hebt geen zin om iets te doen of je hebt geen zin om te koken. Denk ik, ja, nee, dat is het niet. Je kan het niet. Ik kan niet koken, bijvoorbeeld. Ik kan niet lezen. Het gaat er niet om dat ik er geen zin in heb, maar dat gaat werkelijk niet. Gayane heeft het de afgelopen jaren erg moeilijk gehad. Nou, ik had geen controle over mijn emoties. Mijn ademhaling was niet goed. Ik was enorm aan het piekeren. Ik wist dat er een en ander aan de hand was. Ik kon op een gegeven moment niks meer. Ik lees graag, maar dat ging niet. Elke letter, als ik een boek opendeed, werkelijk elke letter was te veel. De burn-out is ontstaan door privéomstandigheden. Nou, burn-out ontstaat door samenloop van omstandigheden, dus niet aan één ding. Ik wist dat bij mij, ja, ik zat niet zo lekker in mijn vel. Was niet zakelijk, wel privé gerelateerd. Ik heb mezelf te lang weggecijferd. Ik heb te lang over mijn eigen grenzen heen gegaan. Nou, ik kende mijn grenzen eigenlijk ook niet. Hoe ben je uiteindelijk uit die burn-out gekomen? Ik heb een aantal therapieën gehad. Uiteindelijk heeft het ongeveer anderhalf jaar geduurd dat ik eruit was. Alles een beetje van de therapieën, maar zelf om te kijken of van wat mis ik nog. Om dat toe te voegen en heeft me geholpen om eruit te komen. Het was vandaag geen geweldige dag wat het weer betreft. Regen en motregen wisselden elkaar af. Gelukkig zal die regen de komende dagen minder worden, maar de temperatuur zakt langzaamaan wel steeds verder richting het vriespunt. Dinsdag belooft een grijze dag te worden. Plaatselijk kan er zelfs de nodige mist ontstaan. Het blijft waarschijnlijk wel droog, maar de zon zullen we niet veel zien. De temperatuur komt bij ons uit op zo'n 9 graden. Als er mist hangt, zou het nog iets koeler kunnen zijn. Woensdag verloopt met enkele buien nog wat wisselvallig. Vanaf donderdag, wanneer de meteorologische winter begint, daalt ook meteen de temperatuur een stuk. Overdag wordt het niet warmer dan een graad of 4 en vanaf het weekend krijgen we in de nachten weer te maken met vorst. Het blijft wel droog. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Graag tot morgen!